Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering bekijken we het botsende deeltjesmodel en we gaan kijken wat de invloed is van de temperatuur op reactiesnelheid. Deze les is onderdeel van een serie lessen over het botsende deeltjesmodel. Die zal ik linken hier in de rechterbovenhoek. En ik raad je aan om eerst de introductieles te kijken over het botsende deeltjesmodel voordat je deze les bekijkt. Reactiesnelheid kun je vergroten. Als je die introductieles gezien hebt, dan weet je dat je het op een aantal manieren kunt doen. Je kunt de temperatuur verhogen, je kunt concentratie vergroten, verdelingsgraad vergroten en je kunt een katalysator toevoegen. Nou, die eerste drie kun je goed verklaren met het botsende deeltjesmodel. En vandaag dus gaan we kijken naar de invloed van de temperatuur op de reactiesnelheid. Nou, zoals je weet is temperatuur een maat voor hoe snel deeltjes bewegen. Als je temperatuur verhoogt, gaan deeltjes sneller bewegen. Dus laten we beginnen bij een lage temperatuur, kamertemperatuur 20 graden. Dan bewegen moleculen langzaam. Als ze langzaam bewegen, ja, dan botsen ze ook maar heel erg weinig. He, dus weinig botsingen, stel je voor 500 botsingen per seconde. Niet alle botsingen zijn effectief. Een botsing moet hard genoeg zijn. Stel je voor dat hiervan maar 20% van deze botsingen effectief zijn. Ze botsen maar met een lage snelheid. Ze bewegen niet zo snel. Dus hebben we weinig effectieve botsingen. Stel 20%. Nou, 20% van 500 botsingen per seconde, dat betekent dat je 100 effectieve botsingen hebt per seconde. Oké. Nu gaan we de temperatuur verhogen. Stel je voor, we gaan een reactie doen bij 100 graden Celsius. Nou, de temperatuur is verhoogd, dus moleculen bewegen nu snel. En dat betekent dat ze elkaar ook vaker tegenkomen. Dus krijg je meer botsingen. Stel je voor, 50.000 botsingen per seconde. Dus veel meer botsingen dan bij die lage temperatuur. Nou, als je 50.000 botsingen hebt, meer botsingen, ja, dan heb je ook meer effectieve botsingen. Stel je voor dat je weer 20% neemt, 20% van 50.000 botsingen. Dat zijn 10.000 botsingen. Veel meer dan die 100. Maar er is nog een effect. Want omdat ze moleculen sneller bewegen, botsen ze ook harder, met een hogere snelheid. En dus gaat dat percentage effectieve botsingen gaat omhoog. Stel je voor dat nu, doordat ze harder botsen, wel 50% van de botsingen effectief zijn. 50% van 50.000 botsingen per seconde, dat betekent dat we nu 25.000 effectieve botsingen hebben. Dus veel meer botsingen dan bij die kamertemperatuur waarbij we maar 100 effectieve botsingen per seconde hadden. Nou, meer effectieve botsingen per seconde betekent natuurlijk een hogere reactiesnelheid. Nou, dat moet je mooi op kunnen schrijven. Nou raad ik je aan om dit rijtje hier in je schrift te schrijven. En dan gaan we al die punten gaan we langs en dan kun je daaronder mooi de definities opschrijven. Dus hogere temperatuur betekent moleculen botsen vaker en harder. Dus twee effecten. Ze botsen vaker en harder. Waardoor je per seconde meer effectieve botsingen hebt. En daardoor stijgt de reactiesnelheid. Nou, zet het filmpje even op pauze en neem dit stukje tekst in het groene blok over in je schrift samen met dat rijtje. En vergeet niet dat woordje per seconde. Daar zijn ze op een examen een keer heel erg precies geweest. Reactiesnelheid gaat over hoe snel stoffen per seconde reageren. Dus het moeten effectieve botsingen per seconde zijn. Nou, zet het filmpje even op pauze en neem dit even over in je schrift. Nou, die andere mogelijke effecten, die gaan we dus kijken in de volgende lessen. Voor tot zover deze les. Wil je dit nou oefenen? Kijk op chemia.nl. Bij oefenen, daar vind je bij 4 HAVO en 4 VWO vind je extra oefenmateriaal over het botsende deeltjesmodel. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.